Welkom deze NFTVM-avond. Hele aparte avond. De Pluk de Nacht zomeravond. We zijn heel blij dat we hier onder de bezielende vleugels van de, het Pluk de Nacht Festival een NFTVM-avond kunnen houden. Mijn naam is Guy Logger, ik ben de voorzitter en op onze traditionele NFTVM-avonden in het Ketelhuis op de eerste maandag van de maand heb ik altijd de rol om even van tevoren te zeggen wat voor leuke vereniging de NFTVM is. Ik houd het heel kort. De mensen die nog niet lid zijn, word lid, kijk op de site. Dan geef ik het woord aan Allard Vaas die voor de rest de discussie kan leiden. Nee, we gaan zometeen allemaal weer naar buiten. En dan gaan we kijken naar de film The Death of Mr. Lazarescu. En dat is best moeilijk als je dyslectisch bent. Dat is een Roemeense film. En zoals jullie hebben kunnen lezen, is de Roemeense cinema sterk in opkomst. Voor degenen die daar nog niet van op de hoogte waren, daar hopen we vanavond een kleine inzicht in te geven. En we gaan kijken naar een korte film van Michiel Brongers, Uitzicht. En wij gaan proberen aan tafel om daar vanavond nog een logische brug tussen te slaan. Ben jij Roemeens? Ik ben wel eens in Roemenië geweest. Kijk, dus geef hem nou niet weg, want we moeten nog drie kwartier. Oh, ja, dat was het wel. We gaan voor hem kijken, maar de NFTVM zou de NFTVM niet zijn als we daar niet eerst even over gaan praten. Aan mijn linkerzijde doen we dat met Hans Berenkamp, tv- en filmrecensent van de NRC. Jeroen Stout, filmcriticus voor NPS Radio, te horen in het programma Kunststof, op vaste dag, woensdag. En Michiel Bongers. Hans en Jeroen, jullie zijn alle twee in Roemenië geweest. Michiel ook. Michiel is ook in Roemenië geweest. Hij heeft daar ook nog een spectaculair verhaal over. Heeft daar leren filmen, toch? Verdient de Roemeense cinema dat aparte programma in Rotterdam? En waarom? Ja, nee, het verdiende absoluut dat aparte programma. Het bijzondere is dat het een land is waar dan nu ineens een jonge generatie filmmakers is. En ja, de grap is dat de eerste keer dat ik zo'n Roemeense film zag, dat was overigens ook The Death of Mr. Lazarescu, die vond ik erg goed. Dan denk je, ah, nou ja, er komt iets bijzonders vandaan. Dan zie je de volgende Roemeense film en dan denk je van, hey, die is ook goed. En dit jaar in Cannes waren er weer twee Roemeense films. Van Christian Munzu, die ook de Gouden Palm heeft gewonnen. Ja, verdomd, alweer een goede film. En in het tweede programma van Cannes, je hebt een hoofdprogramma en een bijprogramma, dat heet Un Certain Regard. En dat draait de film Californian Dreaming van Christian Nemescu. En verdomd, ook alweer een goede film. Het heeft iets raars, alsof het gewoon het scoren van 10 uit 10. Dat zijn bijvoorbeeld de jaren 80 Polen en Hongarije. Jaren 90 Iran. Dat zijn momenten dat er inderdaad aan de lopende band goede films uit zo'n land komen. En dat is misschien een beetje cynisch. Het heeft te maken met een zekere mate van repressie. Als het in een maatschappij moeilijk gaat, als het ook moeilijk is om die films gemaakt te krijgen, dan kan je zien dat soms heel goed is voor film. Als je een klein beetje extra moeite moet doen en je niet in een gespreid bedje terechtkomt. En als die films dan ook nog gaan over een samenleving waarvan alles aan de hand is, zodat het publiek ook de boodschap van die film goed oppakt, dat kan heel goed werken voor film. En ik denk dat er in Roemenië ook nu wel zo'n beetje daar zoiets aan de hand is. Hoe is het klimaat daar voor filmmakers? Is het zo moeilijk om daar een film van de grond te krijgen? Hoe werkt dat? Nou ja, het is daar zeker niet makkelijk. Ik bedoel, het is gewoon geen rijk land. Dus er is ook niet zoveel geld voor film. Maar waar Hans net ook op doelt, op die repressie. Het interessante is natuurlijk dat het een land is. Vroeger was het communistisch. En Roemenië was daarnaast ook nog weer eens een keer sterk nationalistisch. He, dus het individu bestond eigenlijk niet. Je moest dingen doen voor het grote land. Voor het communisme, voor het volk. En dat is ook iets wat je nu terugziet in veel van die films, dat het hele kleine menselijke verhalen zijn, die dus juist gaan over dat individu. Het is bijna een soort tegenbeweging tegen datgene wat er al die tijd is gebeurd. En hè, dat is dan, wat Hans net ook de repressie noemde, dat is natuurlijk het interessante. Nu de repressie wegvalt, zie je dat er ineens ruimte ontstaat voor verhalen die jarenlang niet verteld konden worden. En dat is wat vaak deze films zo interessant maakt. Ja, het zijn ook heel vaak verhalen over leven en dood. Veel Nederlandse films, daar vraag je dan af, waar gaan ze eigenlijk over? Voor wie zijn ze bedoeld? En wat is de noodzaak om ze te maken?
In Roemenië zie je dat, nou, dat is dan misschien ook wel een bruggetje naar de film van Michiel, wat ook een heel mooi, klein, onafhankelijk filmpje is over leven en dood. Dat, ja, als je het over dat soort dingen hebt, of het nou gaat over een abortus, zoals die film die de Gouden Palm heeft gewonnen, of dat het gaat over andere vormen van extreme problemen, dat zijn noodzakelijke films. Maar de verhalen die jij schetst spelen zich ook af in de Nederlandse samenleving. Ook hier worden abortussen gepleegd tegen niet altijd zo'n progressieve ondergrond. Hoe komt het dan toch dat die verhalen nu daarboven komen drijven, maar sterker nog dat ze vertaald worden in goede films? Nou, dat verhaal over abortus, die Christian Muntu, die heb ik toevallig nog gesproken inderdaad op een van die festivals. En dat was natuurlijk ooit bij wet was dat verboden in Roemenië. En alle gevolgen die dat met zich meebracht, daar mocht dus niet over gesproken worden. Daarmee is het een onderwerp waarin jarenlang niet over gesproken mocht worden. En nu kan het. En ja, die behoefte, die is natuurlijk veel minder sterk aanwezig in Nederland.